Maar ik wil eerst even mevrouw Bouwmeester vragen om naar het podium te komen. Om even het nieuwe landelijke PvdA-standpunt omtrent die nieuwe wietwet, als ik het goed heb begrepen, uit te laten leggen. Ik zal haar graag het woord even geven. Ik wil even aan de aanwezigen duidelijk maken, er zijn flesjes water hier te krijgen. Jullie kunnen ijsjes, krijgen jullie vanuit de ijssalon achter jullie. En dit keer worden er geen gratis jointjes uitgedeeld. Het is maar dat u het weet. I got my whole life to smoke weed, but for now I know what the people need. Give me some. Give me some. Mevrouw Bouwmeester, alstublieft. Ja, Mark, dankjewel. Jullie staan allemaal heel ver weg. Kom even wat lekker dichterbij, want we zijn het allemaal heel erg met elkaar eens namelijk. We vinden het al jaren, we vinden het nog steeds. Stop de wietpas. De wietpas is het probleem. En kom met een wietwet, want de wietwet, dat wordt de oplossing. En wat gaan we nou regelen in die wietwet? Niet wat er allemaal verboden moet worden, dat staat in de opiumwet. In de wietwet gaan we regelen hoe kunnen we zorgen dat coffeeshops kunnen telen. Voorwaarden aan het THC-gehalte, de leeftijd, die hebben we natuurlijk allemaal al. Kortom, we gaan van de coffeeshop een normaal bedrijf maken, vergelijkbaar met een kroeg. Oh. En we gaan gewoon zorgen dat iedereen die dat wil, boven de 18, net als met alcohol, net als met tabak, dat die gewoon de coffeeshop in kunnen. En we gaan zorgen dat de coffeeshop-eigenaren niet meer gedwongen in de criminaliteit zitten. Want het is oh zo makkelijk om coffeeshop-eigenaren crimineel te noemen. Terwijl de politiek er zelf voor verantwoordelijk is dat die teelt ergens vandaan komt. Maar we weten allemaal niet waar het vandaan komt. En het kabinet Rutte is er ook zelf verantwoordelijk voor dat hier in de wijk weer overlast is. Omdat de thuisstelers weer ruim baan krijgen. Wat wil de Partij van de Arbeid? Wij willen wettelijk regelen dat de coffeeshop een normaal bedrijf wordt. Dat de voorwaarden worden gesteld, die worden gecontroleerd. Net zoals een kroeg, onder voorwaarden, uit de criminaliteit. En dan zijn die volgens mij de eerste hele innovatieve sector van Nederland. En wat natuurlijk sowieso moet, hoe eerder hoe beter. Die wietpas die moet weg. Die wietpas veroorzaakt overlast. Precies. En wat doet die wietpas nog meer? Die zorgt dat heel veel mensen hun baan kwijtraken. Die zorgt voor de straathandel. Die zorgt dus voor meer criminaliteit, meer overlast, gezondheidsschade. Op voorwaarden aan het THC kun je helemaal niet stellen. Misschien krijg je nog een paar pilletjes bij. Dat willen we allemaal niet hebben. Jullie kunnen het goed regelen. Ik heb het net al gezegd tegen de meneer hier vooraan. Als we de regels van de coffeeshop loslaten op de kroegen, dan is er geen kroeg meer over in Nederland. Als we dat zo streng gaan controleren. Terwijl alcohol toch echt een groot probleem is in softdrugs. Waarbij ik er wel bij moet zeggen dat natuurlijk per definitie elke verslaving en fout gedrag moet voorkomen. Geldt ook voor alcohol. Maar qua strengheid en naleving van de regels kunnen een hele hoop kroegen gewoon nog wat van jullie leren. Dus we gaan het goed regelen. We gaan met een wietwet komen. Daarin regelen, net als de drank- en horecawet, hoe verkoop je nou wiet? Hoe haal je het uit criminaliteit? Hoe zorg je dat coffeeshops gewoon weer een normale onderneming worden? Want we willen jullie helemaal niet die criminaliteit induwen. Dus we trekken jullie eruit. En het is al eerder gezegd, stem vooral op een linkse partij. Die hele lijst staat vandaag op de auto. Want het is nog nooit zo dichtbij geweest dat we het kunnen redden met elkaar. En hoe meer we de VVD marginaliseren, met zijn vreemde standpunten, zo van we gaan het gewoon verbieden, dan doen we ons ogen dicht en dan gebruiken we het nog meer. Of zo. Meegeven. Precies. En stem vooral op Partij van de Arbeid, want ik sta te popelen om samen met Manon Fokker, ze komt uit Maastricht, voor maar even een stapje naar voren, Manon. Kijk, zij staat op nummer 32 en ik zou het fantastisch vinden als wij straks samen namens de PvdA met al die andere partijen die wietwet kunnen gaan schrijven. Dus stem vooral links en stem Partij van de Arbeid en stem dan op de Maastrichtse kandidaat, want zij vertolkt jullie geluid in de markt. Dank u wel. Nou, wie wil de microfoon hebben? I got my whole life to smoke weed, but for now I know what the people need.